Hoi, hier is Wouter. Welkom in deze video. Hebben jullie dat nieuwe nummer van Roddelpraat al gehoord? Het nummer Sterren de Transgender. Van Hallo allemaal, ik ben er. Sterren de Transgender. Daar zou ik eigenlijk ook een eigen versie van kunnen maken. Hallo allemaal, ik ben er. Wouter de man. Ik ben geboren met een pik. En ik heb hem nu nog steeds. Af en toe komt er wat mayo uit. Oké, dat slaat er helemaal nergens op. Maar hebben jullie dat nummer gehoord van Dennis Schouten en Tukkertje Sterren? Nou, ik heb hem toevallig gisteren even gehoord. En ik vind het eigenlijk wel een beetje, ja. Kijk, laten we eerlijk zijn. Die Tukkertje Sterren is eigenlijk gewoon Lorenzo en hij is helemaal geen transgender. Kijk, mensen zeggen wel van Sterren de Transgender. Maar die man, dat is helemaal geen transgender. Dat is gewoon een man die even een jurk aan doet. En een hele lelijke, oerlelijke pruik. En dan zegt dat hij een vrouw is. Maar ik geloof er niks van dat die man echt een transgender is. Kijk, hij is nog gewoon Lorenzo. En in zijn vrije tijd zou hij ook wel Lorenzo zijn. Maar als hij op camera staat, dan doet hij zich voor als Tukkertje Sterren. En dat vind ik eigenlijk gewoon schandalig. Ik bedoel, dit is eigenlijk wel gewoon een belediging richting transgenders. Want eerlijk is eerlijk, die man, ik mag hopen dat jullie dit ook niet geloven, maar die man is geen transgender. Kijk, weet je wat ik denk? Hij wil gewoon aandacht en views. En daarom doet hij dit. Dus dan doet hij maar net of hij een vrouw is, voor de aandacht en de views. En dat is gewoon een beetje belachelijk tegenover echte transgenders. Want transgenders, dat zijn mensen die geboren zijn in het verkeerde lichaam. En dat is hij niet. Hij wil gewoon aandacht en views. En het zou me niks verbazen ook, hè, als Roddelpraat het zelf bedacht heeft. Als bijvoorbeeld een Dennis Schouten heeft gezegd van, Lorenzo, doe je eigenlijk eens voor als vrouw, doe je voor als transgender vrouw, zodat je in onze uitzending komt en wij dan net kunnen doen of we heel goede mensen zijn. Maar nee, dat trap ik niet in. Kijk, Stukkertje Sterren is een nep-transgender. Dus voortaan moet hij gewoon gaan zingen. Hallo allemaal, ik ben er. Sterren de nep-transgender. Weet je, die man is geen transgender. Dit is allemaal gewoon pure onzin. En het is belachelijk tegenover mensen die echt transgender zijn. En laten we eerlijk zijn, we moeten alle respect hebben voor transgenders. Dus Tukkertje Lorenzo? Nee, achter jou kan sta ik niet. En ik geloof er ook helemaal niks van. Nee, maar als je het nummer nog niet gehoord hebt, niet gaan luisteren, want het nummer krijg je erg oorbeschadiging van. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.